te reageren op de protesten van supporters. Zondagochtend hingen zij spandoeken op voor het Goffertstadion, waarin Vaningen werd verzocht om op te rotten. Ook de samenwerking met Futuralis was onderwerp van de protesten. Zondag werkte NEC ook een uitduel tegen Sparta Rotterdam af. De Nijmegenaren gingen daar kansloos naar onder tegen de Rotterdammers. Het duel eindigde in 2-0. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.